Hoe krijg je nog meer views op YouTube? Vorige week vertelde ik je over de 5 essentiële tips die jij kan toepassen om meer kijkers te krijgen op jouw YouTube-video's. Heb je deze video nog niet gezien? Klik dan even op de link hierboven, zodat je eerst die video bekijkt. En in deze video gaan we nu dieper in op hoe jij nog meer views kunt krijgen op jouw YouTube-video's. Dus ben je klaar voor weer 5 waardevolle tips om jouw YouTube-kanaal te laten groeien? Pak pen en papier, schrijf mee en let's go! Hey, Laura Elsman hier van Fabulous Business TV, het online platform voor ondernemende vrouwen die hun business willen laten groeien met behulp van video. Dat vertel ik je elke week. En waarom doe ik dat? Dat is niet voor niets. Dit is gelijk tip 1. Vertel in jouw video's elke keer opnieuw waar je jouw klanten mee helpt. Want mensen nemen heel graag informatie aan van professionals. Ik ben videocoach, maar jij bent misschien bedrijfspsycholoog of je bent leefstijlcoach of je helpt vrouwen om minder stress te ervaren in hun leven. Nou, vertel in jouw video's altijd wat jouw expertise is, zodat mensen een vertrouwd gevoel bij jou hebben en jouw tips eerder van jou aannemen. En nu is het aan jou om de balans te vinden tussen een professionele uitstraling en persoonlijke vriendelijkheid. Als jij die met elkaar kunt mixen, dat is de manier om mensen aan je te binden, zodat mensen het fijn vinden om naar je video's te kijken en keer op keer terugkomen voor nieuwe interessante content. Tip 2. Zorg voor consistentie. Mensen vinden het heel fijn om jouw tips te horen. Alleen als jij lukraak door de week heen een video plaatst, ja, dan weten mensen jou letterlijk niet te vinden. Dus wat doe ik? Ik vertel in mijn video's, wekelijks op woensdag vind je hier op mijn kanaal een nieuwe video over zelfvertrouwen, over zichtbaarheid en over zakelijk succes met video. En dat doe ik dus niet voor niets. Ik zorg ervoor dat jij een reden hebt om op woensdag weer terug te komen naar mijn kanaal. En zorg ervoor dat je dat ook uitspreekt, dat je dat ook zegt in je video's, zodat mensen ook weten wanneer je video uitkomt en dat mensen dat gewoon makkelijk kunnen onthouden en een reden hebben om elke week weer terug te komen op jouw kanaal en weer een view geven. Tip 3. Vraag om je te abonneren. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal en wil je niets missen? Klik dan even hieronder op de abonneerknop. Dat zeg ik elke week en dat blijf ik ook herhalen, want het zou zomaar kunnen dat je al lang en breed geabonneerd bent op mijn kanaal. Er zijn ook een hoop mensen die mijn video's per ongeluk voorbij zien komen of denken, hey, leuke thumbnail, ik klik erop, wat is dat eigenlijk? En zeggen, nou, dat vind ik wel interessant. En dat betekent, als mensen zich abonneren op jouw kanaal, dat ze dus ook nieuwe video's gaan zien. Dus op hun YouTube-pagina komt jouw video dan ook wel in beeld. Maar hierna mogen ze nog iets doen. Tip 4 is namelijk, verwijs de mensen naar het belletje. Als je abonnees hebt op je kanaal, zorg ervoor dat deze abonnees ook hebben geklikt op het belletje. Dat belletje is zo belangrijk, want stel dat iemand wel abonnee is op jouw kanaal, alleen niet op het belletje heeft geklikt, dat betekent dat diegene ook geen melding krijgt. Als ze een melding zien, dan hebben mensen de neiging om erop te klikken en dan zien ze, hey, er is weer een nieuwe video van die en die. Oh, even kijken wat ze te melden heeft. Maar hebben mensen dus niet op dat belletje geklikt, ja, dan missen ze dus jouw video's en dan mis jij dus de views. Dus zorg ervoor dat je jouw abonnees ook uitnodigt om op het belletje te klikken. Tip 5. Zorg ervoor dat je de aandacht van je kijkers vasthoudt van begin tot het einde van je video's. En waarom is dat nou zo belangrijk? YouTube meet welke video's goed worden bekeken. Dus hoe hoger het percentage van je video wordt bekeken, des te beter wordt jouw video doorgegeven door het algoritme van YouTube. Haken mensen bij de eerste 5 tot 10 seconden van jouw video al af, omdat het gewoon niet duidelijk is waar het over gaat, of de content is niet aantrekkelijk, of ze denken dat de video niet voor hun is, ja, dan ben je die kijker dus kwijt. En YouTube merkt dan op, deze video was voor heel veel mensen niet heel erg interessant, want ze zijn binnen 10 seconden al afgehaakt. En daar verlies je dus heel veel views mee.
Dus wil je meer views op jouw video's, zorg ervoor dat je van begin tot eind je kijker weet te boeien en de aandacht ook vasthoudt. En vond je dit een interessante video? Laat het eventjes weten door je duimpje omhoog te doen. En denk je van, oei, mijn hemel, ik heb nog heel veel te leren over YouTube. Wanhoop niet. Geef jezelf de ruimte om dat stapje voor stapje te ontdekken. En zie dat als een heel leuk avontuur waarin je elke keer weer een stapje hoger die berg op gaat. En natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden om meer views te krijgen op jouw YouTube-video's. Daarover vertel ik je in de volgende video. Ik ben benieuwd of jij met mijn tips aan de slag gaat. Laat het eens eventjes weten hieronder in de opmerkingen. Ik vind het leuk om van je te horen. Daar vind je ook een link naar mijn website waar je nog veel meer leuke videotips vindt. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Ciao!